welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maes. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag en geniet van de beelden wat we gaan maken. En abonneer even op ons YouTube kanaal. Blijf je altijd van op de hoogte. Dus in ieder geval, ik ben thuis van de werk. Ik heb hier een en ander heb ik gedaan. En ik ben een heerlijke tosti aan het maken. Heerlijk, zalig. Dus ja goed, in ieder geval, ik heb hier in huis heb ik een en ander heb ik gedaan, wat ik al zei. De wc's badkamer is helemaal gedaan. En ja goed, dan hebben we dat in ieder geval helemaal klaar. En ik moet vanmiddag nog even wat halen. En dan, dat zien jullie straks wel. Dus, maar in ieder geval, van nu ga ik dadelijk lekker eten. Lekker lunchen. En dan gaan we. Yes. Even kijken of de tosti klaar is. Ja hoor, hij is klaar. Nou, even eruit halen. Kijk. Oeh, healing hard, hard, hard. Heet, heet, heet. Ja. Ik krijg ze toch met en met allemaal eraf. Nou, ik ga heerlijk lekker lunchen. De lunch heb ik op. En ik was van plan om naar boven te gaan en dan te gaan douchen. Want wat is het namelijk? Tada! Linda is ook thuis. Ik heb een halve vandaag en ik ga vanmiddag met aan de... Kan ik een beeld? Hallo lieve kijker. Ik ga vanmiddag een halve, ik ga me zo even opmaken. Dan heeft hij de school uit. En we gaan vanmiddag met mijn zusje en mijn neefje. Is via Pieter speeltuig en Sinterklaas komt naar Cornelis uit. Dus ja. Laat jullie verrassen. Alleen ik ga niet mee. Ik weet niet of ik doe vloggen daar, want het is zo druk en ik ben er niet. Nee. Dan vertellen we, misschien als ik tijd heb en ze zijn toevallig nog op het plein. Ja. Want dat is vanmiddag is dat. Ja, misschien, ja, ik moet sowieso even nog even weg. En dan niet voor het werk, maar buiten de vlog om even. En dan ga ik dat even halen. En dan, ja goed, misschien dat ik na de hand nog nakom, dat weet ik dus niet. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Dus in ieder geval, ik heb de lunch op. Ik ga naar boven. Heerlijk lekker douchen en dan hebben we dat in ieder geval al gehad. Want Linda is thuis gekomen en had zich lekker gedoucht terwijl ik aan het eten was. Want ja goed, spullen staan normaal hier. Is opgeruimd, dus ik ga even heerlijk douchen. Ik heb me heerlijk lekker gedoucht en aangekleed. En ik was met de was ik bezig. Dus daar ga ik even mee verder. En Linda en Daan zijn net de deur uit. Dus ja goed. Ik heb ze heel veel plezier gewenst vandaag. Ja, ik weet niet hoe het gaat lopen, want de zus van Linda en de kleine man die gaan ook daarheen. Ja goed, even gewoon kijken. Mocht het zo zijn, dan ga ik gewoon even, ja, we zien het wel. Maar in ieder geval, dat is dat. Ik ga even hiermee beginnen. En ik wil de strijk wil ik ook nog even wegwerken. Dus ja, ik heb nog even wat te doen. En kijk eens, tadaa! De hele was is weggewerkt. En ik heb ook gelijk de bed even opgemaakt. Ik heb het tafelkleed heb ik alles weggestreken en opgeruimd. Dan ga ik dat heel even opruimen. Ik moet heel even nog wat buiten de vlog doen. Dat sowieso had ik ook gezegd. Ja goed. Ik moet even thuis hier nog wat doen. En dan gaan we dadelijk weg. Yes, dus ik moet heel eventjes werken. Ja, thuis. Doedeloe. Ik heb het allemaal al geregeld. En dat is dan weer hartstikke fijn. Dus in ieder geval, ik heb de jas aan. Ik ga heel even naar de supermarkt. En dan moet ik even wat ophalen. En dan zien jullie dat wel vanzelf. Dus ik ga even met de scooter, want het is nou droog. Hoef ik niet met de auto extra te gaan, maar dat maakt niks uit. En ja goed, en mocht er iets gebeuren, dan kan Linda altijd weg met de auto. Ja goed, ik ga er niet vanuit, maar je weet het maar nooit. Hè? Dus maar in ieder geval, ik ga even naar de scooter en naar de supermarkt. Nou ben ik toch even onderweg gestopt. Want kijk eens wat ik vond. De caravan van Bastien Adrian, die staat hier gewoon in de wei. Ja, chic hè. Kijk. Ik denk, wat zie je nou? Zijn Bastien Adrian hier op bezoek? Ik weet het niet, maar goed, dat maakt niks uit. Maar het is wel hartstikke leuk. Een mooie nostalgie. Ja, chic. Ik ga weer verder naar wat ik naartoe moest. Ik ben bij de winkel, kijk, bij Jan Linders op in Brunsum. Dus dan heb je hier een Albertijn en daar. Maar ik moet heel even naar binnen toe.
Ik ben alweer buiten en kijk wat ik heb gekocht. Tada! Of gekocht, ja. Jullie weten dat al beter. Dus in ieder geval, ik ga er weer vandoor met de scooter. Ik ga de helm opzetten. En ja, het is eigenlijk dezelfde indeling als bij Jan Linders hier. Oh. Ja, dus ja goed. Dus in ieder geval, we zijn blij dat hij weer open is. Want vorige week wou hier en dan was hij dicht. En daarachter heb je ook nog een Albert Heijn. Dus er zijn twee Albert Heijn bij één. Dus in ieder geval, ik ga verder. Ik ben weer thuis aangekomen. En ik heb even met de scooter gereden. Dus ik ga dit even op zolder zetten. Want als ik dat daar geef, dan zet hij het ook gelijk neer. Dat is wel leuk, daar niet van. Maar ja goed. Even de... De trap. Ja, ik heb jullie vast aan. Ik moet die trap omlaag doen. Dus daarom is het eigenlijk iets voor de donkere dagen. Dat is nou ook. En het is ook meer voor de kerstmis. Dus ik leg ik heel even bij de kerstspullen. Ja? Want die staan hier allemaal. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik het even pakken. Dat heb je hier in die... Oh, hier op zolder. En kijk eens. Dat was de eerste. Dus, en dan hebben we nummer 2. En dat is die. Kijk. Mooi, hè? Want het zijn er 6. En die had ik dan vorig jaar gepakt. Dus ja. Dus in ieder geval. Dan gaat dat in de doos. En dan kan dat tegen die overpaad. Dagen. Dan kunnen we de kerstboom ook opzetten. Dus ja goed, het is een rommeltje hier op zolder. Moet ik allemaal nog opruimen. En kijk, de baan staat nog steeds op. Ik heb zoiets van laat maar lekker staan. Dus, maar goed, dus in ieder geval, dat is dat. Dat gaan we dit doen. Hopla. Hopla. Dus, en dan ga ik wel even de jas aan doen. Ik heb mijn jas aan en ik ga heel even naar Heerlijden. Want er was ook iets te doen vandaag. En Linda en Daan zijn er ook naartoe. Dus ik ga heel even daar naartoe. Dus in ieder geval, ik ga even die kant door. Toedeloe. En dan ben ik hier op Heerlijden. En als hier niks te doen, dan is er waarschijnlijk iets in het Corneliushuis te doen. Ja, want hier was, wat ik al zei, Pieterspeurtocht. Dat was hier in, bij de winkels. En dan konden de kinderen de Pieten zoeken, dat is wel leuk. En volgens mij is nou een show beneden. Maar ik moet eerst even naar de apotheek. Even kijken of het recept klaar is. Wat Linda gisteren gekregen had. Ga ik daarheen? Ik heb het recept, dus ik ga even kijken of Linda in het Corneliushuis is. Maar ik denk het wel. Nou, ik loop even die trap uit. Ik ga even beneden. Even kijken. Kijk. Oh, wacht. Ja, dat is het ook wel. Dit is Klaas van Talen. Linda zit voor bij het neefje. Ja. Buigen. En dan komt die boel.
Daar gaat ie. Oh, kijk eens! Ik zie je! U kunt het niet horen, zing nog een harder. Dag Sinterklaas! Dag Klaas! Hallo! Hallo! Goeiedag allemaal, zeg. Wat zijn jullie met velen, hè? En Piet? Ja, doe maar, dankjewel. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. En hiervoor staan er een hele hoop. Als er nog kinderen naar achter zijn, die mogen ook allemaal naar voren komen. Dat vind ik heel gezellig, ja. Dag Sinterklaas, welkom. Dag Piet, hallo. Zeg Piet. Ja? Zoveel hebben we er nog nooit gehad, geloof ik. Ja, ik ben de tel kwijt, Sinterklaas. Ze lijken u jaren wel van de leeftijd, zover. En waar komen die kinderen hier allemaal te doen vandaag? Ach ja, Sinterklaas. Ze wachten op Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Dat bent u, Sinterklaas. Ja. Maar sorry. Maar ik heb voor u een prachtige fauteuil neergezet, Sinterklaas. Oké. Nou, ik heb al een hele tijd gewandeld. Zal ik dan even gaan zitten, Piet? Dat is misschien wel een goed idee. Ja, dat vind ik een goed idee. Komt u maar. Hou maar even mee. Even let op met de mantel. Kijk eens, jongens en meisjes. Ja, ik zit lekker nou, ja. Zo, dag allemaal. Hoe vond u het hier, Sinterklaas, buiten, bij de Pieterspeur, toch? Ja, dat was heel gezellig. Ik heb heel veel van deze kinderen al gezien. Ja, die waren allemaal buiten en daar zijn we ook een handje komen geven. En een aantal, die heb ik nog geknuffeld, zelfs. Ja. Geknuffeld? Ja, dat mag weer, natuurlijk. Ja. Oh, dan moeten er een paar plassen, denk ik. Moet je plassen? Oh, die hebben vragen, maar die kun je straks allemaal aan Sinterklaas stellen, hoor. Dat is geen probleem. Sinterklaas? Ja, zeg maar. Ik geef even de microfoon aan de boekpiet, want die wil even iets met u vragen. Ik ga heel even verder. Oké, hoi Sinterklaas. Ik ga nou even buiten en ik ga naar huis toe. Want de zus van Linda was ook daar met die kleine man. En ja goed, dan ga ik die niet in beeld brengen. Dus het was heel erg leuk. Hè? High five van Sinterklaas. Zwarte Piet, dat is altijd leuk. Dus in ieder geval, die gaan daarheen. En dan kan ik nog andere dingetjes doen. Dus in ieder geval, naar huis. Ik ben weer thuis aangekomen. En ja goed, ik heb de medicatie van Linda even op de trap gelegd. Ja, dat had ze van de dokter gisteren voorgeschreven gekregen. Dus die heb ik even voor haar afgehaald en dan is het wel hartstikke mooi en gezellig. Hier is de kat. Ik ga heel even nog even andere dingetjes doen buiten de vlog. En dan, ik verwacht dat die over een half uurtje, drie kwartier. Ja, tussen 4:30 en 5 zal de show denk ik afgelopen zijn. Dus, maar goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Ik ga heel even andere dingetjes doen en dan, goed. Ik wist het, dat is ieder jaar hier in het Cornelis, altijd de laatste woensdag van november is dat altijd. En dan is het hier op Heerle Heide altijd Sinterklaas, Pieterspeurtalk en dat soort dingen. Want ik had verwacht eigenlijk dat rond die tijd toen ik daar was, dat er nog kinderen rondrenden. Met naar winkels en zo, dat is hartstikke leuk is dat. Want dat hebben we met Daan toen die klein was, hebben we dat ook gedaan. En dat is gewoon geweldig. Dus goed. En nou is het neefje van Daan. Heeft ook een bepaalde leeftijd. Waar hij het ook hartstikke leuk vindt. En ook kijkers als jullie. Die dat ook hartstikke leuk vinden. Dat vinden we fijn. Dus en zo gingen we dat met Daan ook. Want dan hadden we dan op de woensdagmiddag. Had ik Ik en Linda dan vrijgepakt. Ja, toen had ik wat meer werk. Maar ja, dat praat ik wel over een aantal jaar terug. Dus goed. Hij heeft nou een leeftijd, hij wil ook graag andere dingen doen, maar
Hij is voor het neefje is hij dan eigenlijk meegegaan. En dat vindt hij dan wel hartstikke leuk. Dus ja, dus in ieder geval, ja, is er wat ik zeg. Met Daan gingen we ook al die winkels afstruimen en struipen, of hoe je het ook mag noemen. En ja, dat is gewoon een geweldig feest, vind ik dan. Dus ja goed, ik weet dat de andere mensen er anders over denken. Ja goed, Sinterklaas is Sinterklaas. En ja goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik ga je nog even andere dingen doen en dan gaan we genieten. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie leuk vonden de beelden wat ik heb gemaakt. En het Corneliushuis heet dat hier. Waar ik laatst ben gaan stemmen. Daar is het in de grote zaal. En dat is dan wel hartstikke mooi. Dus in ieder geval, toedeloe. En ik ga even verder. Doei, tot zo. Zijn we even een hele tijd zijn we verder. Ik ben bezig geweest. En zoals je ziet sta ik in de keuken heerlijk lekker te kokken. Raden. En Linda is ook alweer thuis. Ja, gelukkig Sinterklaasje ook weer. Dus was ja, leuk. Was heel erg leuk. Ja. Dus ja goed, ik heb wat beeldjes gemaakt. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We gaan er niet afsluiten. Want we gaan eerst eens een heerlijk lekker soepje eten. Het is tomatensoep. En ik heb toch van die balletjes heb ik erin gedaan. Moet ik wel laten zien. Kijk maar. Die. Oh, valt er een ernaast. Dus ik ben even bezig geweest met het eten voorbereiden. Hij is heerlijk aan het eten. En ik heb ook nog. Kijk eens. Tada. De tafel gedekt. Ja, en, dat zal Daan zijn. Daan had even een vriendje hier over de vloer. En ja goed, die is net naar huis. Dus, of net, een paar minuutjes is hij naar huis. Dus hij heeft hem naar huis gebracht. Ja, die woont net hier achter bij de school. Dus is hij hem even gaan brengen. Daar is die. Was Sinterklaas? Ja, goed zo. Nou, dus in ieder geval, we zijn weer compleet. Wat is dat voor een soep? Tomatensoep. Ba. Ba. Wat ba. Leer je maar soep eten. Ja. Nou, de soep is zo klaar. En dan kunnen we heerlijk lekker soepje eten. Eens even kijken of de soep al klaar is. Mag niet, hè. Hij moet nog eventjes. Foei! Nee. Hij moet nog heel eventjes en is klaar. De soep is klaar, heb ik net uitgezet. Moet even een lepel even pakken. De soeplepel. Het is een rommeltje, hè? Nou. Oh. Nou, dan gaan we de soep meenemen. Nou, komen jullie eten? Lekker tomatensoep met balletjes. Bon appetit. We zijn weer even een tijdje verder en de soep heeft heerlijk gesmaakt. Dus dan ga ik even de rest even opzetten. Want we eten heerlijke aardappeltjes. Zal ik zo even de rest laten zien. En dan eten we erbij. Witte bonen in tomatensaus. Je deksel is schoon. Hoeft hier niet extra in. En als vlees eten we worstjes. Dus in ieder geval, dat moet nog opgeruimd worden. En dan ga ik beginnen met kokkerellen. Ik heb het een beetje opgeruimd hier. Ik moet de rest in de vaten doen, maar dat komt dan later. Nou, de spullen staan op. Ja, ik gebruik een tangetje. Jullie zien het goed. Fantastisch. Zo, de worst zit erin. En dat plastic heb ik hier even neergezet, maar dat gaat straks wel naar buiten. Dan kan dat buiten staan. Ja. Dat is een lekker soepje. Dat zat in het pakket wat Linda heeft besteld. Of vanuit het werk gekregen. Ah, het was best een lekker tomatensoepje met soepballetjes.
Heerlijk. En dan van die soepstengels hadden we erbij. Was weer smikkelen en smullen was het dan, ja? Ja. Zo. Zo, nou, ik ga hier even verder, want ik moet de rest ook op tafel zetten en de spullen hier nog opruimen. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Yes. En kijk eens. Tada. Ik kan die pan nog, of die deksel nog zo bakken. Aardappels zijn heerlijk aan het koken langzaam. En dat is ook klaar. Meneer heeft gegeten. Hij komt af en toe nog even snuffelen. En even kijken. En ik moet af en toe in de groente roeren. Dus ik heb alles zover op tafel al. Daar is die. Dus ik heb de rest even weer op tafel gezet. Dan zijn we ook helemaal klaar. Ik heb net even de aardappeltjes gekregen. Eten is eigenlijk klaar. Dus. Dit even erop leggen. En dan kan ik even jus maken. Oh, niet schrikken jongens en meisjes en dames en heren, schrik niet. Zie ja, daddy. Zo, ik ga even verder met jus maken. Dat gaat uit. Ik laat het even aan. En kijk eens. Tadaa! Tafel is gedekt. Nou, we gaan heerlijk lekker eten van onze heerlijke koningsmaaltijd. En dan gaan we heerlijk van genieten. Doei, tot zo. Smikkelen en smullen. Wij zijn weer even een hele tijd verder. We hebben even lekker het eten laten zakken. Ja goed, we hoeven niet de deur uit. Nou, maar in ieder geval, ik ga de boel hier opruimen. En de keuken even weer schoonmaken en opruimen en dat soort dingen allemaal. Dat gaan we eerst even doen. En de kat komt even kijken of er nog wat te halen is. Want hij heeft ook een klein stukje worst heeft hij gekregen. Ja. Klein stukje mag je af en toe. Ja. Zeg maar hallo mensen. Ja. Dus in ieder geval, dat is dat. En dan gaan we er even mee aan de slag. We hebben even wat verder en kijk, alles is hier mooi opgeruimd. Linda heeft meegeholpen vandaag. En ik heb hier alles weer mooi schoongemaakt en gedeeltelijk van het ontbijt klaargezet. En kijk eens, tadaa! Plastic staat buiten. En het papier heb ik even in de stal, want als dat nat wordt, wordt het blubber. Ja, dus in ieder geval, dat is dat. Ik ga even het rolluik even dicht doen. En dan ga ik bij deze de vlog dan afsluiten. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. Dan gaan we nu echt afsluiten. Vond je dit nou een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles en alles wat jullie wenselijk is. Dan wensen we jullie toe. Namens mij. Linda. Blauwe duimpje. Vergeet niet te abonneren. Tot morgen. En dan. Dan heeft Sinterklaas met zo. Leuk. Dus in ieder geval, toi toi toi. En tot morgen en een gloednieuwe. Doei. Tot morgen. Doedeloe.